Het was eigenlijk altijd een beetje een stiekem droom om iets met dansen te doen. Het creëren van stukken, het creëren van mooie lessen en dat je iedereen in je les kan aanspreken met jouw stof. Ik ben toen bij de open dag komen kijken en nou, toen was ik gewoon helemaal verkocht. En toen wist ik, dit wil ik gaan doen. Ik vind het eigenlijk het tofste aan Coders dat het zo een brede visie heeft en daardoor ook heel veel verschillende soorten studenten aanneemt. De opleiding heeft mij eigenlijk al die verschillende opties die er zijn laten zien. En daarin heb ik heel veel mogen proeven in verschillende keukens eigenlijk. De opleiding bestaat nu sinds 2006 en dan praten we over de vorm met de vijf pijlers. Vijf pijlers van docent, danser, maker, ondernemer en onderzoeker. Coders biedt superveel op het vlak van technische danslessen, maar ook theorie en stages. En daardoor word je best wel in het diepe gegooid. Maar daardoor ben ik ook heel bewust geworden van waarom ik deze opleiding doe en wat ik eruit wil halen. Wat ik als docent, maar ook als maker en als danser, onderzoeker belangrijk vind. Wat ik leuk vind aan docentschap is dat je echt gewoon je eigen passie kan overbrengen naar anderen. Dus dat je dat niet alleen voor jezelf houdt. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel erg leuk dat je andersom ook weer terug geïnspireerd kan worden. En ik hou er gewoon heel erg van om te verbinden met mensen en dat komt heel erg terug in het docentschap. Wij zijn nu bezig met een community arts project. Met vrouwen die een slechte ervaring hebben met mannen. Zij zitten bij de stichting Women Connected. En wij gaan samen met hun eigenlijk een artistiek product maken. Dat wil zeggen dat we eind van dit project een product samen met hun hebben gemaakt. Terwijl we met hun samen hebben gewerkt, hebben lesgegeven en veel hebben uitgewisseld. Toen wij met de klas in Kaapstad waren, viel mij op dat ik geen kids zag met een beperking. En omdat ik al veel bezig was met deze doelgroep, voelde ik er een missie om daar iets aan te doen. Dus ik ben teruggegaan om te onderzoeken of ik daar iets in kon betekenen. En heb lessen gegeven en stukken gemaakt met kinderen met verschillende beperkingen. Naast het lesgeven werk ik ook als danser en maker. Dit doe ik samen met een collega Alina Jacobs. In eerste instantie zouden wij naar het theater gaan, maar wegens corona moesten we alles omgooien. En toen kwam ik met het idee om de voorstelling bij mensen thuis neer te zetten. Bij hun echt op de bank, bij hun in de woonkamer. Wat we nu dus noemen Living Room Series. Projectonderwijs is onderwijs waarin de student in het werkveld in de wijk aan de slag gaat en daar dus in de praktijk zijn kennis op doet, maar dan ook weer hier op CODART zijn theorie krijgt. Dus die koppeling van theorie en praktijk. En het mooie hieraan is dat de student nieuwsgierig wordt gemaakt en dat wat hij leert meteen beklijft en dat het ertoe doet. Een van de mooiste momenten tijdens de opleiding was in het tweede jaar. Toen zijn we naar het buitenland gegaan, naar Polen, met onze Kipro, kinderproductie. Omdat we allebei de taal niet spraken, werd het dans nog universeler. Ja, dat was echt heel erg vet. Je hebt het constant in de opleiding over, oh, wat kan dans betekenen? En dan zie je wat dans kan betekenen. In hele kleine dingen, maar ook in hele grote dingen. In het derde jaar hou je je bezig met de jeugdproductie. En wat ik heel tof vind aan de jeugdvoorstelling is dat wij heel erg inspelen op de maatschappij. En dat we echt zijn gaan zoeken naar wat speelt er nu onder jongeren en wat kunnen wij met onze voorstelling bieden. En wat ons heel erg opviel is dat er nu in Nederland of eigenlijk in de westerse maatschappij heel veel keuzestress heerst. En wij vonden het heel belangrijk om daar met onze voorstelling een soort van kleine hulp in te bieden van je mag ook echt de tijd nemen om te ontdekken wie je bent. Ik hou zelf heel erg van community arts om zeg maar kunst over te brengen met mensen die er normaal niet zo snel in aanraking mee komen. Ik vind dat heel bijzonder en fijn dat dat ook bij onze school hoort en dat zo belangrijk wordt gezien hier.
Voor mij was het heel belangrijk dat je zelf kan kiezen welk pad jij wilt bewandelen tijdens de opleiding. Je hebt natuurlijk de 5 pijlers, maar jij kan kiezen met welke pijler jij meestal wil gaan werken. De ene is heel erg gefocust op het docentschap en de ander is heel erg gefocust op het makerschap. Dus dat vind ik heel fijn dat ik met heel veel verschillende mensen om me heen zit. Ja, wat ik heel belangrijk vind is hoe wij met elkaar samenwerken. Dat je daarin jezelf mag zijn en kunt zijn, dat je je veilig voelt en dat je mag leren en exploreren. En ja, iedereen is anders daarin en dat vind ik heel belangrijk, dat je respect hebt voor ieders persoonlijkheid. Wat ik voor deze opleiding belangrijk vind is om er vooral open-minded in te blijven staan en alle kansen te pakken die er op je pad komen. Je moet zoveel verschillende dingen doen. En ik denk dat je het best kan leren als je dat dansvuurtje levend houdt en je durft te genieten van alles wat je doet.